your own. Yeah. Thank you. Ik ben aan het pissen, maar tegelijkertijd heb jij het overgeven van lucht waar je in staat te pissen. Oh, bedankt voor de uitleg. Ni hao. Ni hao. Hey, you will see. You go to Japan in October, how different it is. Okay. If you drink this milk, I pay you 5 euros. Okay, let's do it. Should be alright. Not that bad. So give me the 5. Goedemorgen China. Of heel de vlucht, zo enthousiast met knopjes aan het spelen. Dat ik niet kan slapen. Heel de busreis geslapen. Maar gelukkig kon ik vannacht ook nog steeds slapen. Dus misschien zie ik er niet zo uit. Maar ik voel me best goed. Dus daar ben ik blij mee. Ook al hebben jullie al het vorige jaar al gezien. Ik ga mijn best doen om weer een goede video te maken. So can I'm gonna help Jeff for the video. Yeah. Have fun. Het is 5:30 ochtends. Ik ben al een uur klaar wakker. Ik denk het is goed. Ik ga een rondje fietsen. Gisteren was ik om 4 uur klaar wakker, dus dacht ik om 5 uur, weet je wel, ik ga een rondje fietsen. Toen Sylvain dat hoorde, hij me uitlachen. Vanochtend, 4:22, Sylvain André. Ik krijg van als je me uitlacht. Op naar de baan. Niet 1, maar 2 wedstrijden dit keer. Dus dat was helemaal naar de kloot gaan. Riders ready, watch the gate. Racing Marquet at the moment. Kevin holding on to 2. Andre in 3. Pedro getting them in trouble out of the gate for some reason. But it's a summer Marquet. Nick Kimmen has still there. Andre in 13. 1, 2, 3, 4.
It was 2 days in 1 day. 2 days is going to be tough for us, but you know, it's the only solution, so we try to adapt and do the best we can. Nu even een bak rijst erin. En dan beginnen we over uur weer overnieuw voorwaan. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Oh, that's a big start, and we got the big guns in that first straightaway. Bad, but yeah, it's good. Still in Andre right there, him in the mix at the back at the moment. Like last year, it's been a great trip. Like off the track, we're pretty good friends. We're playing card games next to the track, but when we're on the gate, it's game time. So yeah, there's definitely great memories to bring back home.